De slime snelweg is geopend. Komt u maar. Hey, hallo allemaal. En welkom bij een nieuwe aflevering van Mortar en Serenaya spelen Fortress Craft. Evolved. Yeah. Ik denk, ja. Laat het niet elke keer zeggen. En vandaag is weer een nieuwe aflevering en vandaag gaan we er tegenaan. En moet je kijken wat we allemaal gedaan hebben. Ik zal eventjes wat highlights geven. Oké, dit is de koperproductie. Ik zal wat minder snel proberen te praten, want daar had ik wat comments over gekregen. My apologies. Kijk eens, koper, verdagen. En dit is echt van een paar minuten. Verder zie je dat hier Sarah heeft deze smelters opgezet. Dik smelters, dikke lopen banden met oars. Ja, super relaxed. Echt heel chill. Worden aangevallen. Maar Sarah heeft net een nieuwe torch neergezet, dus dat komt helemaal goed. Ja, die ring moeten we nog wel even upgraden, denk ik, maar ja. Ik weet het niet hoor, volgens mij zit er wel genoeg power in, dus ik zou het even laten van wat het is. Maar ja, dus we smelten nu met niet meer met die gewone oorsmelters. Met de basic oorsmelters, maar met de oorsmelters. Die zijn echt veel beter. Kost veel minder oor. Veel minder erts. Dus dat is echt chill. Ja, en dus hebben ze ook allemaal nog zo'n induction smelter Mark 3 gegeven. Waardoor het ook 4 keer zo snel gaat ten opzichte van normaal. Nee, meer toch? Volgens mij gaat het 2, 4, 16 keer zo snel. Oeh, 4 keer 4. Toch? Staat hier, ja, smelten. Want volgens mij gaat het eerst 2 keer snel, dan 4 keer snel, dan 16. Of 8 keer zo. 8 keer zo snel? Oh nee, je hebt gelijk. Het is. Het kost 60 keer veel power. Dat is het volgens mij. Het is inderdaad 4 keer snel. Maar het kost wel 32 keer zoveel stroom. Maar stroom is best wel makkelijk te maken. Dus dat gaat wel. Maar waar ik vandaag eigenlijk naar wilde kijken is het volgende. Ja, de vorige aflevering hebben we dingen opgeblazen. En nu moeten we weer dingen gaan bouwen, ja precies. Nou, maar vooral als je weer wat wil opblazen, moet je voor de grap eens kijken wat er met die recipe gebeurd is. Oh ja, want we hebben een patch gekregen. Ik moet een vraagtekentje kijken. Chargeable explosives. Refined liquid resin. Oké. En een MK3 power boost. Is dat te doen? Hebben we die al? MK3 power boost? Die kunnen we wel researchen. Ja, maar ik heb dus voorlopig geen explosieven nodig, ik weet niet hoe jou zit, maar we kunnen wel gaan kijken naar dat liquid resin, maar ik wil nog heel eventjes kijken, aangezien we hadden geen koper meer, dat lag hier, maar dat is opgesmolten, geeft niet, maar dan moeten we dus nieuwe koper opzetten, nou dat heb ik gedaan, maar ik zat te denken, ja, je kunt bepaalde research doen, even kijken, waar staat het, die cutterhead, snijkoppen. En je hebt er nu 3 die we kunnen maken, staal, maar dat schijnt best wel veel moeite te zijn om te bouwen. Maar die crystal, die wil ik eigenlijk wel even researchen. En dan kijken of ik dat kan. En wat dat betekent, is zeg maar... Dat eigenlijk betekent dat de efficiëntie... Of de efficiëntie? Ja, de efficiëntie van de mijn, van de ore extractors, dat die omhoog gaat. En dit kost unknown material en low grade steel bar. Ja... Yeah. Ik denk niet dat dat gaat lukken en dat zal dan voor die organic ook wel gelden. Ik ga dat toch even proberen te researchen, misschien dat we het wel krijgen. En anders gaat het mooi niet waar. Oh, deze kunnen we wel. Maar daar hebben we ook daar hebben we refined liquid resin voor nodig. Nou, en een pristine stinger, maar die hebben we wel. Al eerder om gehad hebben. Ja, niet zoveel denk ik. Nee, maar dat kunnen we ook wel op gaan zetten. Maar laten we sowieso dan doorgaan met het maken van dat... vloeibare gesmolten resine. Even kijken, wat hebben we, volgens mij hebben we hier deze dingen voor nodig. Dit ding zegt, oké, het gebruikt veel stroom. To ablate, ik weet niet, ablate, is dat vloeibaar maken of zo? Van, nou ja. Oké, dus dit heb je nodig om het harde resin te gaan smelten. En dan heb je hier een laser. Jongens, laser resine vloeibaar maak ding. Gebruikt veel energie om de zachte kern. Attached to a storage hopper. Oké. Okay. I will do this. En dan hebben we er nog eentje bouwen. Ik ga gewoon van elke één maken en dan nemen we keihard stroom mee. Misschien kan je daarmee helpen, Sarah. Zou je dat willen doen? De stroom. Je hebt stroom nodig. Ja, ik ben toevallig nog bezig met veel stroom naar beneden aan het brengen. Oh, dan heb ik denk ik al een plan. Even kijken, dit moet. Dan. Ik heb wel een plan om hetzelfde te doen. Dan moet ik dat maar doen. En dit zet liquid resin om in geraffineerde. Oké, dit is om het te raffinaderen. Om het te verfijnen. Refiner. Refiner, is dat hetzelfde als een raffinaderij? Volgens mij wel. Toch? Yes. Klinkt wel. Ik vind van wel. Klinkt wel goed.
Sounds about right. Laten we er niet te lang meer stilstaan. Misschien heb ik het wel. Fact. Oké, ik zou nog heel graag wat titanium scoren, maar ik denk... Oh, hier, 2x22. Dat is prima. Laten we eens even kijken of al die resin dingen kunnen gaan bouwen. Dus dit. We hebben een ore extractor nodig. Een laser transmitter en een organic lens. Dat kunnen we. Dit kunnen we. Dat is meer van hetzelfde. Oh, je hebt er 3 setjes nodig. Oh, ik dacht ik knip eventjes, want dat wordt een beetje saai. Maar ja, als het er maar 3 zijn. Even crafting, 3, dat gaat goed. Dan hadden we die ene lens nodig. Lens. Oké, dus kennelijk moet ik die nog researchen. Dat is niet zo erg. Hij staat hier ergens. Deze was het? Of deze? Deze denk ik. Organic lens. Perfect faceted eye. Oh nee, meen je dat? Is dit echt wat ik nodig heb? Dan ben ik namelijk wel een beetje de shock. Organic lens. Ja, ja. Ja. Hebben wij die? We hebben van die... Perfect denk ik niet. Nee, helemaal nul zelfs. OMG. Dat is wel een beetje een probleem. Dan moet je heel veel insecten doodgemaakt en heel veel geluk hebben. Heel veel, ja. Maar er is een alternatief. En ik denk dat we dat dan maar moeten gaan doen. Zo, we gaan een beetje van de hak op de tak. Maar dat... ja, soms dan moet je iets doen. En dan weet je niet dat er gewoon verhinderingen zijn. En dan ga je gewoon die verhinderingen oplossen. En we gaan tegenaan. Wat dacht je van een slime attractor? Wil je dat hebben? Oh, dat lust ik wel. Ja? Gaan we dat doen? Oké, dus vandaag gaat deze aflevering over het maken van een slime attractor. Deze. Craft. En dan hebben we waarschijnlijk ook een fall core nodig. En dat zijn die automatische units die loot oppakken. Die. En dan een fall core. Fall core Mark 1. Ja hoor, is goed. Oké, dan laten we weer even spullen oppakken. Oh, we worden kapot geschoten. Oh ja, door wie? Ik ben er niet, ik weet het niet. Ja, hij is alweer voor help bijna. Ja, misschien moeten we de torentjes wat meer naar de buitenkant zetten, zodat ze eerder kunnen schieten en dat ze niet in de buurt komen. Klopt, maar ik heb nog geen zin om dat te doen. Ik zal straks wel naar kijken. Thanks. Ik ben eerst nog power naar beneden aan het brengen. Prima, oké, dus ik heb een slime attractor, weet je, dat laat ik er gewoon... Oh nee, ik heb die helemaal niet. Ik moet er een paar van maken, maar we hebben wel de infra ervoor. Waar zit de koper? Hier. In de wires. Kijk. Nou, die basic PCB's, die heb ik nodig. Dat zijn deze. Oké, dus ik kan er 4 maken. Nou, ik ga ervoor. Ik hoop dat ze een beetje stacken. Dat ze zeg maar, als je meer van die attractors aanzet, dat er dan meer slimes komen. Dat zou goed zijn. En dan heb ik die fall core nodig. Oké, een beacon. Oké, daar heb ik een threat scanner en een hardened PCB. En hier heb ik een auto upgrader en een iron wire voor nodig. Wow, oké, dat ga ik even maken. En als ik het allemaal in elkaar heb gezet, dan kom ik weer terug. Alright guys, ik zit te kijken naar wat een goede plek zou zijn. En ik denk niet dat het echt een super goede plek gaat zijn ofzo. Niet echt heel makkelijk aangewezen plek. Maar ik denk, oké, wat we gaan doen, ik ga zo'n Falcor beacon neerzetten. Hier. I don't know. Ik doe maar wat. Mocht het nog niet opgevallen zijn. En kan ik dan die Falcors gewoon zo neerzetten? Ja, kan ik wel. Hoeveel power zouden die gebruiken? Ik weet het niet. Maar ik ga het gewoon even zo poweren. Zo. Kolen, hebben jullie bij me? Nee? Oké, dat geeft niet. Dan haal ik ze even hieruit. Fuck. dan ben ik benieuwd wat ze gaan doen als power krijgen. En dan heb ik die slime attractors alleen nog niet opgezet. Dat is dan niet zo heel erg handig. Maar. Ik heb geen. Wacht even. Ik pak eventjes wat batterijtjes. Oh, net niet goed gegraveld. En ik bedenk dat je daar van was. Ja, ik had geoefend, maar het zat niet mee. Dus ja, soms dan gaat het gewoon niet, weet je wel. Heb soms jij wil alle... het gewoon niet lukken. Heb jij alle batterijen opgepakt? Ja, die heb je allemaal.
nieuw maken. Hoewel, het lithium is een beetje ten einde aan het raken, maar ik ben dat aan het proberen. Ja, deze kost 2 lithium per stuk, dus dat gaat wel goed, joh. Je bouwt toch niet de kleinste batterij? Jawel, want ik gebruik die slime trekkers en dat zijn best wel early game machines, dus ik denk dat je eigenlijk niet zo heel erg veel stroom daarvoor nodig hebt. Het is gewoon zo neer. Huppatee. Dan is het wel rustig. Maar ik vraag me af of dit ook echt slime spawnen of dat ze gewoon van heel ver attracten. Geen idee. En nou zet ik hier bovenop een turret die ik niet bij me heb. Oh, ik had bedacht dat ik nog eventjes een goedkoopste turret moest bouwen. Ik heb 13 Mark 2 turrets bij me. Ik kan wel even een boven. Ik wil de goedkoopste tier hebben. Dan heb je een ijzeren plaat nodig. Een ijzeren primplaat. En dan ben je er ongeveer. Nou, dat heb ik wel. Defense. Dit weghalen. Turret. Crafting. Yep. Ik denk dat het wel genoeg is om die slimes kapot te schieten. Geen... Ja, ik moet het even gaan kijken. Blammo. Oké. Schiet die slime dood. Schiet op die slime. Dude, waarom schiet je de slime niet kapot? Op deze schieten die torens niet op slime. Dat zou jammer zijn. Dat meen je niet. Dan zou die slime tractor echt totaal nutteloos zijn, want je gaat het echt niet zelf doen. Ik ga het niet zelf doen. Nee. Dit moest gewoon een automatische farm worden natuurlijk. Dat snap je wel. Hè? Zit er niet genoeg power in ofzo? Ja, hij zit vol met power. Searching for Torus. Er zit toch geen range? En nu gaat hij outrange. Ja. Ja, hallo. En deze slime trekkers doen die een... needs ruined organic matter. Oké, kennelijk. Dus die slime trekkers hebben ruined organic matter nodig. Dat is raar, maar oké. Dat is heel cheap. Je moet gewoon van die random... Hoe krijg je gewoon dat? Van die kapotte... Als je gewoon van die ruined spul hebt en je helpt het... eventjes in een hopper, dan ruïnt het echt in 10 seconden of zo. Echt waar? Ja. Kijk. 10 seconden is misschien een klein beetje overdreven, maar het gaat in ieder geval heel snel. Zul ik die ruïnt stingers erin doen dan? Ja, die ergens anders nog gebruiken. Ja, oh, ja je kunt later kun je hier, het omzetten. Hier, ruïnt phosphor grinds. Dat zijn volgens mij, krijg je die ook uit... Yep. Oh, dat zou chill zijn, want dan kan hij uiteindelijk zichzelf misschien gaan voeren. Oh, ja. Ruined. Deze. Doe dit erin. Shablam, 20. Oké, nu zouden die aan moeten gaan. Die naam past niet op die hoppers. Dat is zo dom. Oké. En nu gaat dit even bederven. Dus als ik dit scan. Dan kan ik zien, er zit ruined. Oh ja, er is er eentje inderdaad uitgegaan. Dus we bederven dan 1 voor 1, denk ik, of zo? Ja. Ja, precies. Maar het gaat dus ook heel snel, dus als je het dan wel met iets anders weer ophaalt... Oh, hij komt inderdaad hier naartoe. Hallo. Maar gaat hij nu al kapotgeschoten worden? Nee. Sad. So sad. Tot zover de automatische farm. Niet zo automatische slime farm. Hij komt wel automatisch naar je toe. It's something. Ja, precies. Maar ik wilde gewoon AFK dit hebben. Maar dat mag dus niet. Ah. Wauw. Oké, dit kan ik hebben. Charge Base Baker. Ik ga gewoon kijken of die Mark 2 is doen. Ik denk het niet, maar het is wel echt... Als het het doet, dan is het zeker de moeite waard om dat nu te bouwen. Dan kunnen we dat zien. Maar dude, hoe moet je dat anders maken? Zeg maar, waar gaan slimes nog meer dood aan? Behalve als ik schiet en als... Kom op. Ah, misschien is het gewoon... de die aanvallen komen wel elk onder zoveel tijd. En dan moet je daar gewoon uit farmen, denk ik. Als je doortecht kun je op een gegeven moment ook organic matter omzetten in andere, in van die pristine dingen. Maar dat duurt denk ik nog wel even voordat we zover zijn. Ja. Oh my god. Heeft hij nou, ja, volgens mij heeft hij het wel opgepakt. Oh ja, maar waar is het dan? Oh nee! Oh, ik deed het verkeerd knopje. Kijk, deze zijn wel echt slimes aan het attracten.
En waar legt hij het dan in? Legt hij het in deze hoppers? Misschien wel. Dat zou echt heel tof zijn. Maar dan ruin het ook. En dan ruinen je goede items ook. En dat is wel jammer. Nee, maar die pristines ruinen het toch niet? Of wel? Jawel, volgens mij ook. Nee. Maar dat weet ik niet zeker. Ja, vast wel. Maar waar moet het dan in? Ja, in een gekoelde. Nou. Alleen die kunnen we denk ik nog niet. En die vragen ook echt een hele grote hoeveelheid aan stroom. Meen je niet? Het spel is tegen ons. Maar ja, die velkers hebben ook niet echt zin, zeg maar, als... die velkers hebben niet echt zin als je het toch zelf kan oppakken. Hier, spoiled organic remains. Wat is dit nou weer? Hè? Maar je kan toch wel op van die bots die zich verstoppen, die blokjes worden, kun je toch wel automatisch verschieten of niet? Ik weet het niet. Ik heb daar nooit torentjes geplaatst. Maar dat is misschien wel een goede backup plan. Ja, moeten we dat hoewel ook gaan onderzoeken. Maar die kun je niet, attracten waarschijnlijk weer. Jawel, want die komen zeg maar op je stroomvoorziening af. Ah, nou die hebben dat, we wel. Die willen dat kapot gaan maken. Maar ik ga nog eventjes onderzoeken of ik dit niet op een manier kan laten werken. Want dat zou wel echt heel chill zijn. Een Arthur turret. Oh, will only operate when manned by Arthur. Ja, yeah. Ideal for early defense. Boy. Ja, laten we dat even proberen. Misschien dat Arthur ze wel kapot schiet. Arthur, your only hope. Dat is een Star Wars reference. Sorry. We hebben geen koperen printplaten. Oké, dan maak ik het zelf wel. Blammo. Hier zit nog iron plates in. Kijk dan, jongen. Oh, ik ben zo spullen aan het bouwen. Het is wel chill, deze dingen gebruiken echt zoveel, die productielijnen. Het is echt de bestest. Ja, toch? Ja, we krijgen nu lekker veel grondstoffen binnen. Dat is wel... dat is wel gunstig. Dat is het inderdaad. Dan hoeven we er niks voor te doen. Hoewel, lithium krijgen we niet, maar dat krijgen we bijna weer. Oké, ik heb twee Arthur Dirts gebouwd. Geeft niet. Hoeveel... Hebben we hier nu 1000 slimes? Nee. Maar komt er al een nieuwe aan? Ook niet. Waarom heeft deze bijna geen power? Deze heeft... ja. Cannot of no hoppers found. Aha, oké. Dus deze moet wel zijn eigen hoppers hebben. En dan gaat het hier in en dan gaat het hier bederven. Ja, oké. Moeten we even kijken of die... die ook fout gaan. Ja, dit gaat niet werken, maar misschien als we nu dus met die Arthur turrets het doen. Weet je wat, ik zet die Arthur turrets even af, dan kunnen we het goed zien dat die werkt. En dan A, Arthur mount. Oké, Arthur, schiet op die dude. Schiet hem. Schiet hem kapot. Oh, hij moet wat meer stroom zijn. Hoppatee. Arthur, ik kies jou. En dat is een preference? Nou, dat weet iedereen, denk ik. Ik denk het ook wel. Deze verraden we niet. Die slimes zien nou echt moeilijk smeren uit, jongen. Wow. Nee, ja. Het wordt gewoon niet op geschoten. Wat is het nou? Hoe moet ik het nou ooit automatisch slimes killen? Oké, ik denk dat het gewoon nog maar... A to unlock Arthur. A to have Arthur mount. Bzzzt. Blam. Schiet kapot. Bam. Doe het. Dat ziet er wel echt debiel uit. Oké, dat is misschien iets simpeler dan dat ik dacht. Oh, ik hoop dat dit werkt. Anders dan... Dude. Met al onze Minecraft ervaring... Hadden we dit toch wel kunnen verzinnen? Fall damage. Was het antwoord waar we naar zochten. Ja, that's it. Fall damage. Dus werk als soft. Ik ben 15 blocks diep gegaan. Dan vallen ze dood. Nou hoop ik alleen dat deze... Falcor
heeft toch een beacon? Scanning for items. Beacons require sky clearance. Excuse. Oké, okay, dus dat betekent dat deze beacon niet hier moet zetten, maar... weet je wat? Ik zet hem wel... Oh nee. Hier neer. Ik weet niet, volgens mij heeft hij geen power nodig, maar dat zullen we snel genoeg zien. En volgens mij hebben we dit dan ook niet nodig. Ik dacht, misschien heb ik meer van die attractors nodig. Ik zal er nog wat research naar doen, of je er nou één of meerdere nodig hebt. Want als je er natuurlijk meerdere hebt, dan moet je er wel meer slijmspullen in stoppen. Oké. Okay. Mijn stem die geeft het even op, zeg ik. Misschien over wat slim zeg of zo. Of iets nou, ik ben net doodgevallen. Dat is niet heel erg slim, maar... Ja. Ik ga wel het goud ophalen en onder andere ors, dus dat is wel leuk. Ondertussen heb ik de gang waar we vorige keer al het koper uit hebben weggesloopt, althans grotendeels, heb ik, nou heb ik een beetje doorgegraven, wat laser turrets ingezet en het lithium aangesloten. Oeh, hier ligt een epische pristine stinger. Nou, mocht je die nog nodig hebben, dan hebben we die nu ook. Die hebben we straks al nodig, maar we hebben eigenlijk vooral dus die blauwe nodig. Die perfectly faceted eye. Dus kun je die craften of zo? Je kunt ze craften, maar dat duurt wel even volgens mij nog. Jammer. Laten we even kijken hoe het eigenlijk met onze research station is. Oh ja, is er eigenlijk al stroom helemaal naar beneden toe? Naar de goudvoorziening? Ik denk dat het nu ongeveer op min 256 zit, dus ik moet nog eentje verder. Alleen dat goud, zit nog niet, dat goud zit nog niet aangesloten op de hoofdgang, dus ik weet nog niet zo goed de route daar beneden. Dat moet ik nog even uitzoeken. Ja, prima. Working on it. Working on it. Oké, weet je wat wij gaan doen? We gaan eventjes bedenken wat we nu hierna gaan doen. En ondertussen kan deze trap eventjes werken. En misschien moet ik er nog wel meerdere... Nou, laten we eerst even kijken hoe goed het met deze gaat. En dan kijken we daarna wel... Of het loont om er meerdere op te zetten. Ik gooi er wel 3 van dit in. Zou dit werken? Het is best wel duur volgens mij. Om te hebben dit. Volgens mij komt er minder uit dan dat er in gaat. Dus je moet er wel continu spullen in blijven gooien. Dat is wel een beetje jammer. Wacht, denk je dat het niet beter is maar om dat... boven de ding te lokken? Ik denk het wel. Kijk, je hebt geen power nodig, ook niet voor de beacon. Dus dit kan gewoon weg, dat is dikke onzin. En dan heb je hier alleen de beacon nodig. Heb ik nou allemaal spullen kapot gemaakt? Nee, valt mee. Hey, een slime, ja. Beacon heeft sky clearance. Maar ik heb het opgepakt. Jammer. Volgens mij als je gewoon hier zo de... hem neerzet, dan heeft hij meer range. Misschien is het zelfs zo dat als ik hem hier neerzet, dat hij het beste uit de verf komt. Oké, doe er hier 20 van in. Dit kan er ook wel bij. En dan, waar is die slime attractor? Laten we het met eentje proberen. Zo. Goed. En laten we dit eventjes een poosje staan. Ik denk dat dit wel werkt. Als ik een slime was, dan zou ik echt zo proberen van... Ah, ik loop er naartoe. Oh nee, help. Ah, split. Ongeveer de gedachtgang van een slime, zoals ik me wel kan voorstellen. Right. Zoveel ruimte voor hersens is er ook niet in zo'n slime, dus dat scheelt weer. Hogere wiskunde gaan ze niet toepassen. Of lagere, for that matter. Oké. Dus ik heb deze plek gevonden. Met slimes. En ik ben echt super benieuwd of zij nu helemaal door willen lopen naar onze slime attractor. Dat zou echt cool zijn. Dus ik ga gewoon kijken waar ze heen willen lopen. Dan graaf ik dat voor ze uit. En dan hebben we zo meteen een soort van snelweg voor slimes of zo, denk ik. Dude, hier zit rubbel. Oh, dat is een probleem. Kunnen we hier niet... Power dig. Power dig. Oh, ja, nee, ja. Ik voel me een beetje... Nou, ik wilde Mozes zeggen, maar misschien is dat een beetje de verkeerde manier om het te zeggen. Ik weet het niet. Ik niet degene die de Rode Zee zo in tweeën doet, maar ik splits de berg in tweeën. Blammo. Oké, is dit... Dude, zijn we echt serieus met z'n allen op weg naar de slime attractor? Dat zou wel relaxed zijn. Ik denk dat jullie een probleem gaan hebben zodra je hier komt. Pas op! Nee! Oh, wacht. We moeten ze helpen. Zo. Nee. Oh.
Zo dan. Oké, waar is de snelweg? Kom op. Oh, zijn ze nu volgens mij... Zijn ze nu gewoon... Het staat allemaal vast, maar ze zijn nu allemaal dood. Oké, stel dat ik een slime was. En dan moet ik... Daar is de slime attractor. Daarheen lopen. Dan zou ik eigenlijk hierheen moeten gaan. Dan val ik hier af. Wel bijna dood. Ja, dit is nog niet makkelijk zeg. Je moet dus ook... Ik zit dus een beetje over zitten lezen. Maar om die trap een beetje functioneel te krijgen... Moet je dus ook zorgen dat je... Dat er geen... ja, dus wat je hier ziet. Geen plekken zijn waar ze vast komen te zitten. Of plekken waar ze... van afvallen kennelijk. Ik moet dit helemaal netjes gaan tweaken. Nou, dat kunnen we op zich wel. Maar het is wel heel kwaai eigenlijk zo. Maar ik vind het ook wel weer leuk. Eigenlijk. Dat is wel leuk, ja. Om het automatiseren. Ja, nee, nee, nee. Maar je kan je kan je level toch niet automatisch aanpassen. Dit is meer gewoon van... Oké, hier komt nog een slime. Die gaat er ook afvallen. Bam, 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 bam. Ja. Oké, eentje naar beneden. Hier. Ik heb hem gered. Oké, waar gaat hij naartoe? Hier naartoe. Maar hier is geen slime attractor. Ik weet niet. Dude, is hij doorheen gevallen? Misschien. Die slimes zijn echt te dom voor woorden. Ja, dat was ook wel een beetje te verwachten. Maar het is wel frustrerend dit, zeg. Echt heel frustrerend. Oh, ik zie hem hier. De slime attractor. Ik had hem helemaal niet gezien. Hij zweeft dan mooi in de lucht. Ik heb trouwens een vergissing gemaakt hierbij. Oh, dit gaat niet werken. Want ik heb dus de tweede al opgezet, maar ik heb hier een fout gemaakt. Want deze beacons die hebben ook stroom nodig. Dus eigenlijk moet je gewoon alles wel eventjes hier moet doen. Dit is zoals je hem op moet zetten. Dus als je hem wel moet opzetten, gewoon power in het midden. En dan dit ding daar. Slime tractor zou je er niet per se aan hoeven te zetten. Dan zet je gewoon een beacon hier neer. En dan de falcon. Als je hem hebt. Waar staat hij? Dude, waar staat hij? Kom aan, is die grappig. Hier, welkom. Zo neer. We zouden dit het al moeten doen. En dan moet je hier nog een beetje kool in doen. Dat is een goede trap. Sorry voor de verwarring. Oké, volgens mij is het wel gelukt. De slime snelweg is geopend. Komt u maar. Go, go, go. Go, slimes. Go, slimes. Kijk, ze komen hier boven door deze tunnel. Komen ze hier? Zie je, hier komt hij vandaan. Oh ja. Loopt hij hier? Loop, loop, lopen. Ze komen echt van heel ver op deze slime tractor af. Wat ik een beetje raar vind. Want er staat er eentje die veel dichterbij is. Die staat veel dichterbij de andere kant van die tunnel. Dat is een beetje raar. En mensen die gebruiken soms hun motor om heel veel lawaai te maken. Dat is ook een beetje raar. Maar ja, daar doe je niks aan. Ik wil hem zien vallen. Ja, wil je het graag zien? Ja, je kan het volgens mij ook zien. Kijk, want dan... Valt hij? Oh, ik val. Hij plopt gewoon naar beneden. Bam. Oh, ja. Dood. Dan ziet hij Velker. Zegt hij van... Huh, scanning for items. Ik heb hem gevonden. Gaat Velker gaat. Oké, dus hij heeft hem heel snel. Dan gaat hij weer landen. Velker en route. Yes. Ze legt hij hem erin. Huppatee. Wat je gewoon ook kan doen is... Je kunt zo'n laser bouwen die van die gangen van 5 bij 5 in de lengte graaft. Als je die dan gewoon vierkanten op laat schieten hier. Bouw je die even goed, dan maak je vier gangen, superlange gangen alle kanten op. En dan kunnen al die slimes via die gangen hier naartoe lopen. Wat bedoel je? Nou, je hebt zo'n, ik heb zo'n verticale schacht gegraven, maar je hebt ook zo'n ding om horizontale schachten te graven. En als je die dan gewoon hierboven zet en dan vierkanten op laat schieten, dan kan die van vierkanten, kan die via die highway, kan die slimes attracten. Dat is gewoon een hele huge gul door het level heen graven. Yes. Ja, daar heb ik eigenlijk wel zin in. Dat is wel ik zou wel eens even zo'n BFL 9000 voor je bouwen. Ja, dat klinkt wel vet. Ik bouw direct wel vier en dan... We gaan het wel even opzetten en dan gaan we echt een huge gul graven. Right. Oké, man. Nou, we hebben even die... wat is dit? Ja, het zijn een soort mijnschacht. BFL's is het... Ik denk dat ik weet waar het voor staat. Ik denk dat de B staat voor big en de L staat voor laser. En, ja, de F kun je zo al verzinnen. Yep. En we krijgen dus hier snelwegen voor slimes.
Ik vraag me af of het echt gaat werken. Ik denk het wel. Ik denk alleen wel dat we niet... Nou ja, oké, okay, we moeten eventjes gaan kijken hoe het verderop gaat werken. Maar ja, er zijn genoeg slimes hier, dus dat is super chill. We gaan even gaan... waar ik mee zit op dit moment is... Dat is iets wat we moeten gaan testen, maar dat kunnen we dan volgende aflevering weten. Heb ik nog storage hopper? Misschien, maar ik ga het niet zien, want ik heb huge veel inventory op dit moment. Oh, hier. Haha. Kijk, stel je hebt een perfect fast ZI waar we naar op zoek zijn en je stopt die hierin. Spoilt die dan? Weet ik niet. Oké, okay, laten we ondertussen even kijken wat we hiervan gekregen hebben. Volgens mij kan je het gewoon zo scannen. Bam. Oké, okay, dus we hebben nog wat spoiled organic remains. Oh, dat is gewoon omdat het spoilt. Maar we hebben 2 perfect faceted eyes nu erin zitten. En we hebben er ook al. Dus we hebben nu al 3 gekregen. Dat is best nice. Wel een goede... Maar volgens mij gaan ze echt niet ruinen dan. Want misschien alleen maar die... Het speel dat al geruined is. Maar dat zou echt wel heel positief zijn. Ja. Dus laat ik deze er gewoon uitpakken. Want dat is dan gewoon goede loot. Kijk, in het ergste geval betekent het... Van... In het ergste geval betekent het van ja... Ze spoilen, maar je krijgt ze best wel snel, want er zaten er nu al 2 in. En in dus dat is eigenlijk al, het slechtste geval is al best wel goed, zeg maar. Dus daar ben ik wel blij mee. Of we hebben nu heel erg massa, maar ik denk dat het gewoon niet spoilt en dat het gewoon super goed gaat. Ja, en we krijgen hier dus huge snelwegen voor slimes. Hey, klopt het dat sommige blokjes sneller oploopt dan op andere blokjes? Niet dat ik weet. Het lijkt alsof je op sneeuw niet zo snel loopt. Als je dan op die andere loopt, dan gaat het sneller. Denk je ook niet? Ik denk dat je daar gelijk in hebt. Het is niet zo gek, sneeuw loopt toch niet ideaal? Nee. Nou, die slime tractor die werkt wel echt super goed. Ik zie er echt continu slimes in springen. Dit is maar eentje, hè? Dus het is best wel awesome om gewoon zo'n huge vallei te hebben. Heb je al wat heeft gekregen? Nee, spoiled organic remains. Ja, ik zou het even moeten koppelen aan die slime tractor, want dan is die helemaal... volledig automatisch. Ja, want als het eenmaal ruined is, die slime attractor die neemt toch alleen maar ruined. Of hoe noem je dat? Spoiled. Spoiled organic ruined. Dan kun je er gewoon een filter op zetten voor ruined en dan gewoon je die automatisch geen filter naar boven. Op zetten. Die slime attractor die eet alleen maar dingen die spoiled organic remains. Die andere lust die niet. Dus ik denk dat die faceted ice. Ja, maar dan loopt het op een gegeven moment loopt echt. Want anders zit het op een gegeven moment helemaal vol met faceted ice. Dus je kunt er beter een filter op zetten, toch? Ja, heb je wel een punt. En dan kun je de faceted ice ook uitfilteren en die kun je naar je basis laten brengen. Kijk, daar heb je dan weer een heel goed punt. Dus dat gaan we even aansluiten. Maar dat is wel iets wat we gaan de volgende aflevering gaan doen. Man, ik word hier wel hebberig van. Hebben. Spullen. Oh, overal komen slimes vandaan. Al die spullen. Al de slimes unite. In death. Klinkt wel heel morbide. Dat is het ook wel. Anyway, dat gaat het doen voor deze aflevering. Ik hoop dat je het een leuke aflevering vond. Als je het nou een leuke aflevering vond, laat alsjeblieft een like achter. Laat je comment achter. Ik krijg laatst tijd echt goede comments op ForgeCraft van mensen die meedenken. Dat is echt super chill. En dan hoop ja, je... Heb je nog ideeën die we bouwen? Dan worden er natuurlijk ook vragen. Well, precies. Ideeën zijn altijd welkom. En misschien dingen die je geautomatiseerd hebt van... Ah, je moet echt dat automatiseren. Dat doe je 1 keer en dat is zo chill. Want... Ik weet dat ze bestaan, maar je kan zoveel dingen automatiseren in het spel. Het is wel een beetje het idee ook van het spel, dus dat klopt ook wel. Maar ja, misschien slaan we iets heel erg basic over. Yep, dus laat me dat weten. En hoop je allemaal te zien in de volgende aflevering. Tot ziens! Tot ziens!